Hallo kijkers van een GameStad en welkom bij een nieuwe aflevering van Skyrim. Ik weet het is zaterdag vandaag en geen donderdag. Waarom Wesler, waarom? Wel, ik heb de voorbije week met vertraagd internet gezeten omdat ik over mijn limiet was gegaan. En ja, dan vertragen ze het internet en dat is niet leuk. Want dan kan je niet meer normaal fatsoenlijk dingen uploaden. En daarom ging het dus niet. Maar nu is het augustus en is de limiet terug alweer hersteld. En ja, kan ik weer uploaden. Dus daarom is dit op zaterdag even in plaats van op donderdag. Maar geen zorgen, het gebeurt nooit meer. Hoop ik. Oké, we zijn terug in Dragon's Reach, Whiterun. Hello, ik ben een beetje te oud volgens mij voor mij. Ben jij je... kan die geen niet een paar lekkere wijven aannemen of zo? Of ja, is dat te veel gevraagd? Whatever. We gaan even praten met Jarl. Was the dragon there? Turns out. Nee, ja. I knew I could count on Irelith. Voilà, we hebben de vorige aflevering trouwens een draak afgeslacht, even voor de informatie. So it's true. The Greybeards really were summoning you. Greybeards? Ah, dat is zelfs ook de vraag. They live in seclusion, high on the slopes of the throat of the world. Yeah. And the Dragonborn is said to be uniquely gifted in the voice. The ability to focus your vital essence into a thule or shout. Yeah. If you really are Dragonborn, they can teach you how to use your gift. You heard the summons. What else could it mean? The Greybeards. Didn't you hear the thundering sound? Well, they're done. Turned to Whiterun? That was the voice of the Greybeards, summoning you to High Hrothgar. Oh, dat was die keer. Ik dacht, wie is er aan het praten? Not since Tiber Septim himself was summoned when he was still Talos of Atmora. Rengar, calm yourself. What does any of this Nord nonsense have to do with our friend here? You've done a great service for me and my city, Dragonborn. By my right as Jarl. Yay! It's the greatest honor that's within my power to grant. Okay. I assign you Lydia as a personal housecarl. And this weapon from my armory to serve as your badge of office. I'll also notify my guards of your new title. Wouldn't want them to think you're part of the rabble, now would we? We are honored to have you as Thane of our city, Dragon. Oh, okay then, thank you. Yeah, ik weet het uit haar hart. Puffed up, ignorant. These are our sacred traditions that go back to the founding of the First Empire. Ja, heel tof en zo, maar Ik moet dus naar de Greybeards. Voor de Greybeards heb je dan ook een... kijk hier! Lydia! It's an honor to serve you. Follow me, I need your help. Ja, ik heb haar wel nodig, denk ik. Misschien een beetje, heel misschien. I don't know. Wie weet, waarom niet, hè? Zo, oké, dus we moeten naar de Greybeards. Nee, no. Ja, hoe doen we dat ook alweer? Nee, dat moeten we ook niet hebben. Damn, man. Hoe doe... Ah, hier, ja. Wauw, die controls, man. Waar zitten we? Dus we zitten nu hier in Dragon's Reach. En we moeten naar... High Hrothgar. En dat is hier. Hoe de... Fuck, raken we... Oh nee, we moeten naar hier. Iverstead. Hoe de fuck raken we in Iverstead? Wel, we kunnen waarschijnlijk wel fast travelen naar Helgen. Denk ik. Wat is dit? Windhelm? Nee. Ik denk, als we fast travelen naar Helgen... Ik denk dat we dan sneller bij
bij de Greybeards raken. Holy damn, what the fuck. Oké dan. Alright. Oh, Hagelwes's horse. Ja hoor, doe ik toch even. Kom je erbij op het paard of... of nee. Kunnen we dit openen of zo? Of moeten we er langs? Of waar moeten we heen? Want dat vraag ik me nu wel af. Even kijken hoor. Ivorstead is die kant op. Alright, dan gaan we lekker die kant op. Met een spaartje door de regen. Oh, dit is fantastisch. Kijk, dit gaat ook veel sneller, hè, dit. Kan ik ook sneller? Ja, kijk eens aan, zeg. Het is echt lekker aan het sneeuwen, ja. Ja. Hier hebben ze tenminste nog echte winter. Hier hebben we nogal rare winterdinges. Ja, alright. Oh, hier begint het minder sneeuwerig te worden. Ugh, Jesus Christ, man. Fucking stomme kutwolf. Ben je? Is het paard nu beschadigd of zo? Want ik wil niet dat... Ik wil echt niet dat dat paard doodgaat of whatever. Want dat vind ik weer niet leuk dan. Want er is er weer een wolf. Allee, hij gaat eraf! Amethyst en wolfpelt. Ja. Alright. Dan gaan we er weer op. En dan zijn we weer verder. Oh my god, die stomme wolven ook altijd. Jesus Christ. Echt stomme wolven zijn dat. Stomme wolven. Alright. Ik denk dat we er wel bijna zijn. Wat hoop ik dan? Dat we er bijna zijn. Want anders is het nogal een beetje kut. Want het is een echt manier. Weer naar beneden, weer naar boven. Weer naar beneden hier. Kijk, wie. Godverdomme toch. Het is wel een mooie omgeving. Dat dan weer wel. Dus dat is dan weer goed. Dat vind ik dan weer niet erg. Moet ik hier nu weer naar beneden? Wat? Wat voor een onlogisch. Is dat nu een meneertje? Of een mevrouwtje? Ja. Ik vraag me af waar dinges is. Want ik heb die denk ik zo wat achtergelaten toen ik met mijn paard verder ging. Want die zou me volgen. Die, ja. Damn. Maar oké. Dan gaan we even hier door. Oh, what the fuck. Dat ding wil ik niet tegenkomen hoor. Holy damn. Vlug weg. Waar zijn we ondertussen? Want ik zou graag willen weten... Normaal gezien zijn we er bijna, want ik herinner me dat monster nog. Die Yeti-achtig ding is. Dat herinner ik me nog. Dus dan betekent dat dat we dan toch weer redelijk dichtbij zijn. Normaal gezien is het hier de trap op en dan zijn we er. Dat hoop ik. Dat hopen we dan. Nee, toch niet. Nog een trap. Nog een trap naar beneden en weer een trap naar boven. Waarom niet? Waarom niet? Oh my god. Oké. Waar moeten we heen? Oh my god, nog verder. Jesus Christ. Oh my god. Ik denk niet dat deze plaats ooit aangevallen is of zo. Ze hebben dit zeer strategisch geplaatst. Als er legers zouden komen om dit over te nemen, zeg maar. Ze zouden de trappen zien en zeggen van, oké. Weet je wat? Fuck High Rothgard. Fuck that shit. Ik bedoel, kom op. Search chest. Oh, die is empty. Well, dat is niet echt leuk. Dat vind ik niet tof van die mensen. Maar oké. We gaan binnen in High Rothgard. En we zullen even zien wat we hier allemaal aantreffen.
We, So, a dragonborn appears at this moment in the turning of the age. We will see if you truly have the gift. Show us, dragonborn. Let us taste of your voice. Hoe doe ik dat ook alweer? Dat is zo zeker, ja, voilà. Kijk, zo, kijk eens aan. Ja, het is ik, dat wist ik ook wel. Ja, maar ik zie je naam op het scherm, dus dat hoef je niet meer te zeggen. Tell me, Dragonborn. Why have you come here? We are here to guide you in that pursuit. Just as the Greybeards have sought to guide those of the dragon blood that came before you. You are not the first. There have been many of the dragon blood since Akatosh first bestowed that gift upon mortal kind. Er zijn er dus meer. Bleebor. Maar waarschijnlijk wel de enige op dit moment. I'm ready to learn, my master. I'm ready to learn, Master Yoda. Learn you will! Sorry, dat is echt de slechtste impersonatie van Yoda ooit. Without training, you have already taken the first steps towards projecting your voice. Oh, hey, oh, je bent er! Lydia is er hoor. Lydia is wel mooi. Thus your dragon blood gives you an inborn ability to learn words of power. All shouts are made up of three words of power. Ja, three words, ja. Your shout will become progressively stronger. Master Aino. Wow, je bent oud. Hoe oud ben je? Hoeveel rimpels? Holy damn. Learn the word of power from Einard. Oh, je bent ook zo oud. Holy damn, man. Ja, ik wil praten tegen Einard. Maar Einard wil niet praten. Ja, dus kan je praten nu? Dude. Master Einard is waiting. Ja, Master Einard is waiting. Maar, holy damn, what the fuck? Wat doet hij? Holy damn. Wat is dit? Holy damn! Ik heb iets geleerd. Lydia uit de weg. Lydia, oké, je mag straks met mij in bed komen of zo, maar nu mag je even uit de kant. Ja, kan ik nu bijna iets leren? Dude, waarom al deze uitleg? Ik weet dat ik Dragonborn ben. Ik weet dat ik drie woordjes moet leren, waarvan ik er nu eentje heb geleerd. Tof, laat het me nu maar... Holy damn, what the fuck doe je, man? Holy shit. Ik dacht even dat hij aan het regeneraten was, net zoals de Doctor in Doctor Who, holy fuck. Ja. Demonstrate your unrelenting force shout. Nou, dan doen we dat even hier op deze dude. Zo. Babe, was je blij ermee? Ja. Oh, what the fuck. The longer you hold it, the more words you will speak. Okay. Wie ben jij? Wat was dat? Wat is dat?
Ah, hey boy. Boom! Die kerel ook van, oh shit. Oh my god. Nog eentje. Again, ja. Tover er nog maar eentje dan. Ha! En zij bleef hier gewoon staan van, oh, what the fuck man. Mij kan je niet laten bewegen. ja hoor. Wolfga en Bori. Hey. Fusro. Da. Er moet nog een da achter, maar dat heb ik nog niet geleerd. Ja. Great promise. We will perform your next trial in the courtyard. Follow Master. In the courtyard. Ah, oké. Maar ik denk dat ik de aflevering hier ga eindigen. Als je deze serie een aflevering leuk vindt, laat like je achter onderaan de video. Volg hem natuurlijk favorieten en deel met vrienden. Abonneer op GameStat en kijk over. My god. Kijk ook even op mijn kanaal bij The Crowd voor de andere afleveringen. En dan zie ik jullie de volgende keer terug op mijn kanaal voor de volgende aflevering. Ja, ik zeg see you later, alligators in bye, crocodile dinges, weet ik veel wat, dag, joepie de boobie, tot de volgende keer, dag!